Geef hem een hartelijk applaus. Het is Martin. Martin is tevens ook instructeur. Weet heel veel van springen. Heeft heel vaak gesprongen. Kijk waar de rest is, hè? Hier boven ons. En de rest volgt erachteraan. Ziet bij het landen worden de stuurlijnen aangetrokken. Dat heeft flaren. Daarbij kantelt de chute achterover. Waarbij hij eigenlijk wat lift genereert. Eigenlijk wil hij weer omhoog. Maar omdat de chute toch naar beneden gaat, resulteert dat eigenlijk in stilgaan. Overigens kun je het ook in de lucht gewoon doen. Die stuurlijnen aantrekken. Eigenlijk zo lang tot je chute achterover kantelt. Stallen heet dat. Je laat je stuurlijnen weer los en dan begint weer met vliegen. Hij ziet ondanks de weinige wind dat er keurig geland wordt. Zul je net zien. Kijk, ook dit. Bill van Dijk met een rood-wit-blauwe shoot. Nou, daar komt ook Ido Land weer binnen met de paarse shoot. Ziet dat het een wat snellere landing is. Ook een wat kleinere shoot. Ido is ook geen 16 meer, niet meer de lichtste. Overigens begint het parachutespringen, solo springen vanaf 16 jaar. Dan kun je op voor zijn display, zoals we dat noemen. Ja, en daar komt hij aan. Prachtig mooi. Een van de oudste tweedekkers die hier in Europa rondvliegt. De Antonov, een toestel gevlogen door Rotterdam. Waarom heb je daar een zonnetje heen? Ja. Ja. 84. Ja. Het plafond van het toestel is rond de 4500 meter, dus 4500 voet. Een maximumsnelheid van rond de 250 km per uur. En het toestel heeft een vliegbereik van 900 km. Twaalf passagiers kunnen er dus in. En maximaal zo'n 1500 kilogram aan vracht. Het geheel moet je dus... Rob die moet zich houden aan de displaylijn, de vertoningslijn die hier plaatsvindt. Nee, hij draait. Hoppa. Dag. Je hebt al een lange spullen. In de lucht een lange spullen. Nee! U ziet de minimum vliegsnelheid is rond de 50 tot 60 knopen. Hele langzame bocht vliegt hij. Heel rustig. Het is natuurlijk zaak om het toestel op een goede hoogte te houden. En dan heel rustig met de landingslichten aan. Je kan bijna de motor zien draaien. Het toestel is natuurlijk geweldig om in gebieden te vliegen waar het dichtbij bos is, weilanden. Hij is ook heel snel los, gewoon door zijn grote vleugels. Het toestel staat gestationeerd op teugen. Ja. Elisabeth. Is geregisseerd door het Papa Hotel Zulu Whisky Charlie. XS300LT die speciaal is ontworpen voor Airbatics. En hij wordt dus voorgevlogen door Jan van Overvest. Hij is meervoudig Nederlands kampioen Airbatics.
Ja, en toen ik prachtig mooi zo'n rook installatie gekregen. Dus een heel vriendelijke olie die ingespoten wordt in het uitlaatgedeelte. Waardoor je hem natuurlijk nog mooier kan volgen. En je ziet hoe snel die kist rolt. 360 graden, die zijn zo binnen een, dat doet hij eigenlijk in een seconde. Tik, tik. Gewoon flappen. Je moet zien, het is net een kleine F-16. Hij kan heel veel. De kurken trekken naar beneden. Het is gewoon geweldig voor deze mensen. Dat houdt in dat de voorste de leider is en dat de rest zich moet aanpassen en constant contact moet houden met de voorste vlieger. Omtrent de snelheid, hoogte, afstand. En je hoort die motor mooi ronken. Je ziet natuurlijk de voorste moet er ook niet aan, anders ziet degene die erachter vliegt niks meer. De toestellen die kunnen een maximumsnelheid halen van rond 760 km per uur en een kruissnelheid van rond de 400 km per uur. Een stall speed van 180 km per uur. En het toestel is ongeveer 9 meter breed en een lengte van zo'n 8,5 meter. De JAK RU is gebouwd in 1945 en gerestoreerd, dus gerepareerd, gerestaureerd van 1990 tot 2008. Vliegen is dus niet makkelijk. Afstand houden, prachtige mooie. Dus constant op elkaar letten. En als je dan nagaat dat er teams in de wereld zijn, Fletcher, Trippeloor, de Red Arrows, die allemaal met 8 tot 10, 12 toestellen tegelijk de lucht in gaan, ja, is dat natuurlijk prachtig. Vooral als de leider voorop vliegt en de rest er netjes achteraan komt, maar tot men ook dan gewoon kan rollen met het toestel. Outside loops kan maken, loopings. Dus nogmaals, de Tunnyjack 1 wordt gevlogen door Hans Hollink, Tunnyjack 2 door Willem Doorduin, Tunnyjack 3 Marcel Lindenberg en Steve Dijk met Schoenboer in 29.
Thunderjacks staan gestationeerd op het vliegveld Lelystad. Wat natuurlijk in de toekomst wat beperkingen gaat geven voor de kleine luchtvaart. Omdat Schiphol wil uitbreiden en daar meer vluchten wil gaan. Want Lelystad moet de kleine luchtvaart dus daar gaan wijken. Heel iets verschillend omhoog zit. En het hoogteverschil dat is misschien een anderhalve meter, 2 meter hooguit. En zo kunnen ze elkaar goed in de gaten houden. En dan zie ik wel weer met Stefan Dijk, die komt er weer bij. Je ziet hem erachteraan, dat gele toestel. Smoke on. En die gaat dus netjes eronder, over en boven de displaylijn. Prachtig gezicht. Ja, die Steve, die kan er wat van. Prachtige mooie show wat deze mannen geven. En hij gaat weer opproberen, dat houden ze in, gasten erbij trekken, weer in de formatie plaatsnemen en weer luisteren naar de lied. Ja. En daar zit hij dan weer, hup, weer netjes gezet op, formatie van 4 toestellen weer. Ja, en natuurlijk voor iedereen en net zo voor de mensen en voor u als publiek op de grond. De luid van die motor, hoe dat rond. Ja. En je ziet dus hoe gesepareerd ze vliegen. De andere twee die gaan met een demonstratie door en die andere die gaan weer opvoeren. Ja, dames en heren, daar komt hij aan. Zwaai je maar even. Hij zal er nog wel geen over hebben. En aan het uiteinde van de vleugel ziet hij een draadje zitten, een klein stangetje. En dat dient ervoor dat hij contact heeft, dat hij kan zien hoe ze bewegen ten opzichte van de aarde zijn. Een prachtige mooie looping. En dan even uitrollen. En dit gaat zo strak. Dat zijn hele kleine bewegingen die hij eigenlijk met zijn stick maakt. Ik hoor nog steeds geen muziek, maar Frank is al op muziek van de DJ vliegen. Ja, ik hoor niks, dus dan ga ik er nu zijn proberen netjes te houden. Nou, dit resulteert meestal in een, dat heet geen hoge bocht, maar gewoon, hij trapt hem dus gewoon helemaal om met zijn voeten en met zijn stick. Prachtig mooi, vol snelheid richting de displaylijn. En voor de displaylijn gaat hij omhoog, daar mag hij dus niet overheen. Prachtig, mooi gedaan. Het is eigenlijk een F-16. Als je hem zo ziet vliegen, F-16 doet eigenlijk precies zelf niet rond met zijn snel. Alleen ja, hij kan veel kortere bochten draaien natuurlijk dan 16, maar zijn snelheid is ook natuurlijk een stuk lager. Maar dat houdt niet in dat de G-krachten bijzonder groot zijn op zijn lichaam. Als je op
filmpjes ziet op YouTube die Frank heeft gemaakt in zijn cockpit, dan ziet hij hoe hij zijn lichaam opblaast, perst. En nogmaals, het doet hem natuurlijk wel wat dat hij hier de laatste show mag draaien en geven. En vandaar dat Frank ook even zegt van, de spullen bij Marjolein naast de Rode Kroos, Rode Kruistent, gaan voor een habbelkrats allemaal weg. Maak goede reclame. Dit noemen we dan een tilterslide. Dat had de zin dat het toestel over zijn staart, over zijn stapel wegvalt. En nou zo'n mooie tail slide wat hij net doet, dat houdt dus in dat hij de snelheid uit het toestel gaat halen en al slippend door de lucht gaat. Kijk nog eens even, dames en heren, hoe prachtig dat doet Frank. Frank Verstegen, dames en heren. Prachtig. Misschien geeft hij nog een iets na, je weet het maar nooit met Frank. De rook gaat aan. Ja, daar komt hij aan. Ik weet niet wat hij doet. Het is altijd onvoorspelbaar bij Frank. Je hoort hè. Gas terug. Veel rook. Even weer geluid erop. En dan zal hij nog wel een keer omhoog trekken en nog een keer terugkomen. Kijk, en dat is Frank. Heel rustig. Even een looping draaien, uitrollen. Aanduiken, snelheid loopt weer op. En weer naar dat gras. Hè. Zo doen ze dus in de polder het gras besproeien. De gewassen. Een mooi rolletje erachter, ja. De toestellen die werden in 1968 voor het eerst gebouwd. En het toestel is helemaal voorzien van een houten constructie. Ja, gevonden! En een koolstof sandwich wingspar over de hele vleugel. Dus dat is prachtig mooi. De motor is 180 pk Lycoming. Het toestel is voorzien van een carburateur waardoor je ook rugvluchten kan uitvoeren. Bij een normale carburateur dan valt de vlotte naar beneden, maar hier kan de vlotte ook de andere kant op gaan en dan wordt gewoon toch de motor van brandstof voorzien. Toestellen vliegen op afgas. Afgas is een brandstof met een hoog octaangetal, wat ervoor zorgt dat je een goede verbranding in de motor hebt. Onder alle omstandigheden. Het is een brandstof als je dat op je hand doet, ja, dan vliegt het eigenlijk. Dan gaan we naar Leusentalen, want ze gaan even op. Ze hebben niks aan te zetten. Gelijk tot de lijf. Zo heet het. Dat is de epilepsie.
Nee, zal ik daar even kijken. Jusqu'au bout.
Ja, en dit zijn dus de laatste bewegingen die ze voor het publiek maken. En dan is dit het einde van hun show met de Robinson 22 helikopter. Geweldig wat die mannen hebben gedaan. Zeer spektakel. En dan gaan ze achter elkaar aanvliegen. Heeft een enorme goede zichtbaarheid door de grote ramen. Evenals een normaal groot civiel gebruik wordt het toestel van als hier zweefvliegtuigen bij scholen gebruikt bij de Royal Air Force om de mensen te trainen. Er was de eerste motorglijder gebouwd met samengestelde constructie die in het verleden bij de Federal Aviation Administration goedgekeurd werd. Ja, een toestel natuurlijk wat aan alle eisen moet voldoen. Bij iemand spreken die er meer over wil. Ja, kijk, hij wordt getrokken. Want deze wordt wel getrokken, maar die andere weet ik niet. Die wordt het achter. Zie daar. Ik hoor net dat het zweefvliegtuig wat erachter zit, het toestel wat ervoor doet, dus is één vaste lijn. Nee, het is maar een grapje hoor. Er zit gewoon een mooie lange lijn zit eraan. En je ziet, het is natuurlijk prachtig mooi om dit mooie lange lijn. Ja, wat betekent dat? Voor u te zien. Dat betekent dat er een mooie lange touw tussen die twee vliegtuigen zit. Dus hij wordt wel getrokken. Het toestel wat je ziet wat versleten wordt, gaat straks zijn poging proberen te doen om zoveel mogelijk om. Er zijn 35 van deze toestellen toen in de tijd gebouwd. Met composietvleugels. Wat hij allemaal doet. Dat hij ook letters kunnen schrijven, een hele naam. Maar hij wil hier blijven als hij in een vleugel gaat. Dan moet hij heel ver weg. En boven ons, Robert naast mij, die wijst hem even mooi aan. Moeten we zien hoe dat gaat. En we gaan proberen te maken. Snelheden tussen de ongeveer 100 km per uur tot 200 km per uur. En stolten. Komt er weer meer in een looping en gelijk uitrollen. Ook bij zijn zweefvliegtuig zit dus een heel klein stikje wat ervoor zorgt. Wat ik al straks al zei, stikje naar voren worden de bomen kleiner, stikje naar achter de bomen groter, links rechts. Knippeltje zit tussen zijn benen en aan de linker of rechterkant vanaf dit toestel, ik heb hem niet van binnen gezien, kan je dus de vleugelkleppen bedienen waardoor de kleppen die in de vleugel zitten, de slots die eruit komen, de snelheid uit het toestel gaan halen. Weer zo'n prachtige mooie looping. Q&A. Ja. Hey, ik ben hier.
even rollen doorrollen en weer uit. Of om eens extra te horen dat bijna hetzelfde toestel dat Frank Verstegen ook heeft, iets beter, mag ik niet zeggen, iets beter, maar het is een toestel wat ja, gewoon nog zwaarder en nog meer kan. Nou, Jeffrey is bekend van de Hamilton Show. Met de voorgaande jaren de hoofdsponsor van Volkeren in de Wolkenbos. Onze vliegshows. Vliegt vanaf 1980 al zo'n 130. Victor heeft hier vlogen. Hij gaat de hele wereld over. Van hier naar Dubai om aan vliegshows deel te nemen. In 1994 won hij zijn eerste titel in de Advanced and Unlimited Aerobatics in zijn thuisland. Met zijn single seater de extra 300 SC gaat hij tot het uiterste met een prachtige spectaculaire show. Nou, natuurlijk bij ook weer deze show staat en nu valt alles weer met het weer. Nou, dat is een zicht van 30 kilometer en geweldig, prachtig mooi weer ervoor om deze show te doen. Het toestel, de 330 SC is in Germany ontworpen en gebouwd. Jeffries die komt uit Cambridge, Engeland, geboren in het jaar 1958, getrouwd met twee dochters. En een gewicht van 750 kilogram. Unlimited aerobatic vliegtuig. En de G-krachten gaan wat omhoog hier, plus 12G en min 10G. Het toestel is gebouwd in 1994, onder de ontwikkeling van Sukhoi. Vele prijzen weggehaald in de jaren 80 en het is nog steeds een toestel voor een Unlimited Aerobatic Competition binnen het vliegtuig. Sukhoi is dus een Russisch tweezits sport aerobatic vliegtuig. Met een 360 pk stermotor. Door het veelvoudig gebruik van composietiematerialen is de luchtvaart
luchtvaartuigstructuur helemaal een stuk teruggebracht. En het gewicht natuurlijk slechts 50 kilo vergeleken met de vliegtuigen die in de andere klasse toen vlogen. De Super wordt gebruikt als eerste pilot aerobatics voor vliegscholen, participatie van vliegscholen in aerobatic wedstrijden en vliegshows. Als mede voor het behoud van de vluchtvaardigheden van militaire en civiele piloten. Het vliegt inderdaad als een CMS. Het gaat allemaal zo snel dat ik eigenlijk niet kan vertalen wat hij eigenlijk allemaal in de cockpit doet, maar het is naar links, rechts, drukken, trekken, de voeten erbij. Of niet Robert, hè? Robert van Zieten die staat hier naast me van de pitch, van de Erla, Saab Seravia, Fokker 4. Rob die weet er zo verschrikkelijk veel van op deze demonstratie vliegen wat er gedaan wordt hier vandaag. Ja. De naam van Steven van Dijk is Kiwi, want hij komt uit Nieuw-Zeeland. De Kiwis. Fokker 4 vliegt er ook. Fokker 4 dat roleert. Niet veel met vliegers, maar wordt wel geroleerd. Vliegveld Oost-Zondrik bij Groningen. Het is een bestaand vliegveld geworden vanaf 1976. Tom van Meulen is eigenaar van het vliegveld waar alles gebeurt. De P-51 Yankee, de PH-PSI, is een Amerikaanse Mustang. En was de fighter die verzorgde voor het luchtoverwicht. Vorig jaar weer het luchtoverwicht in de Tweede Wereldoorlog. De Mustang voering van de Dam Yankee wordt aangedreven door Rolls-Royce Merlin. En later kwamen de Packard motoren erop. De Mustang was door zijn aerodynamische vormgeving de tijd ver vooruit. Dat was een van de eerste. Dat houdt in een laminair vleugelprofiel aan de onder- en bovenkant en gelijke welving. Waardoor de lift aan allebei de kanten hetzelfde is. Toestel was hier vliegt de shows en vorm met me. Toen ik 24 jaar in dienst zat, hij een show voor mij gaf, was dat natuurlijk helemaal perfect. Daar gaat het, Dam Yankee. En ik heb vooral altijd blijven volgen met vliegshows, bevrijdingsshows in Arnhem, overal waar we naartoe gingen. Zomaar binnen in het toestel zit. Prachtig mooi. En dan zullen ze nog wel een rondje vliegen. En vier ronde bollen eruit. Vier static liners die verbonden waren met het vliegtuig met een statische lijn aan het toestel aan de binnenkant. En zijn afgesprongen. De canopies zijn allemaal goed geopend. En u ziet die gaten aan de achterkant. Die ervoor zorgen dat het springen, daar komt weer helemaal terug. Een stukje nostalgie, het is heel erg mooi.
En de eerste is geland en de tweede. Ja. Het is een zaak dat je gelijk weer gaat staan, want anders gaat die parachute gaan trekken. En een dragshoot is die natuurlijk niet mooi. En ondertussen komt hij voor zijn tweede run in. Vliegt nou het toestel. Ja, en zijn V12. Met een aantal pk's van zo'n 1800 pk. Ja, dat wil natuurlijk wel. Motorvermogen dus van zo'n 1720 pk. Spanwijdte van zo'n 9 meter, lengte van 9 meter. Maximum snelheid 657 km per uur. Dus dat ligt hier niet op. Maximum gewicht 4310 kilo, vliegbereik 700 km. En een plafond van rond de 13.000 meter. In dienst bij de luchtmacht geweest is sinds 1958. Dat de weight and balance. Ja Hans, ik wil wel gaan kijken, maar ik krijg het er al warm van als ik zie wat ze allemaal gaan doen. Dus eventjes, ik heb wat informatie van haar. Ze is 28 jaar, wingwalker Danielle, droomde vroeger al als kind. En echt een lekker ding, wat ze dan zeggen. Kiddingeding, een lekker ding. En ze is zonder twijfel de meest ervaren vrouw in het wingwalken. Kijk, de handjes los. Ja, ze zit wel goed van grendel, dames en heren. Maar wat ik al zei, als je dus op een vliegtuig heen en weer gaat lopen, van voor naar achteren, van links naar rechts, krijg je dus de weight and balance verhouding van het vliegtuig wordt helemaal anders, waardoor de zwaartepunt onder gaat worden, waardoor de vlieger meer of minder met zijn stick moet gaan duwen, trekken. De man is piloot. Zo was het toch, Robert? Ja, Robert die zei net, als wij op die leugen zouden gaan staan, dan kan hij de stick helemaal in de buik trekken. Nee, ze is gewoon, het is een licht vrouwtje, dus dat scheelt. De Siemens, de Boeing Siemens waarmee gevlogen wordt, heeft een 220 pk motor. En de Super heeft een 450 pk motor. Hij moet overbouwd zijn. Deze Boeing Siemens die was dus voor het eerst gebruikt bij de primaire training van aircraft voor de Amerikaanse vliegers. Die in de Tweede Wereldoorlog getraind moesten worden. Toen er een einde kwam van de Siemens in civiele handen. En die hebben er natuurlijk gebruik voor agriculturele, voor verspreiding, voor allerlei diensten die nodig waren om het land te besproeien. Er zit een inverted fuel en oliesysteem op het toestel. Voor de aerobatics en de negatieve G's. Heel belangrijk natuurlijk. Het toestel heeft een rookvriendelijk, zeggen ze, smokesysteem. Een rookvriendelijk smokesysteem, als ik het zo. De mist te komen hier op het vliegveld. Maar dat komt in. Hij is dus de baas van het toestel en van het hele showgebeuren. Op deze man heeft weer het hele toestel gevlogen. Boeken Jongman TB20 XR330. En ik had een C36 en 2 Messerschmitt.
Simmons is iets van DF 109 en 340. Spectaculaire manoeuvres, stumble en spins in de extra 330 waarbij piloot en toeschouwers zich afvragen. Hoe? Ik laat u even meegenieten. Unieke vliegeigenschappen van deze Black Shapes laten zien. De Black Shape is een uitermate geschikt als basic trainer, maar tevens geschikt voor meer geavanceerde beweging. Het team zal daarom voor u basisluchtgevechten nabootsen. Basisluchtgevechten, ofwel BRM, is genoemd. Standaard zijn de training voor de jachtvliegers. Dit zijn oefeningen waarin de vliegers getraind worden om het uiterst uit een vliegtuig te halen en voordeel te behalen ten opzichte van elkaar, zodat broedwapens gebruikt kunnen worden. Black Shame Prime heeft zijn oorsprong uit Italië. Hallo. Zijn eerste vlucht werd gedaan in 2007 en de invoering vond plaats in 2009.
Het toestel kost ongeveer zo'n 134.000 euro. Dus dat is ja, toch wel weer een hoop geld. Maar vergeleken bij andere vliegtuigen. Bravo is Lorne Kierkers, ook een ex-helikoptervlieger en ex-vlieger van het bekende Grasshopper team. En hij is momenteel gezagvoerder bij Transavia. Dennis Jans, dat is de vlieger in de Charlie positie aan de rechterkant. Die is momenteel vlieger bij Norwegian, heeft ook in het Grasshopper team gevlogen. En is na de luchtmacht heeft hij ook nog een tijdje bij Martinair gevlogen. In de Delta-positie zit Jos de P, dat is diegene die achterin zit. En dat is, heeft ook in de luchtbak gezeten, F-16 vlieger. En vliegt momenteel bij de KLM op een Airbus. De formatievorm die zij nu vliegen is de Box 360. En de ruimte tussen de vliegtuigen en de vleugeltippen is ongeveer 1 tot 1,5 meter. Wezenlijk mooi geluid is dit van deze vliegtuigen. Oud historisch. Motoren die ruim 40 jaar oud zijn. Ze maken deze 360 in de boxformatie maken ze af. En dan maken ze een tier erop. Richting het zuiden en een stukje naar het oosten. Om dan terug te komen in een line-stern formatie. Oftewel, allemaal achter elkaar. Wordt er gewisseld naar de line stern formatie. Dat betekent dat de Charlie, die moet daar even tussenkomen. Dat is het voor de Delta, dat laat ik gek weer bij bent. Maar je moet dat van tevoren plannen en een beetje de bocht afsnijden en aan de binnenbocht weer uitkomen. En u zult zien als ze vlak voor het publiek langs vliegen, dat ze weer allemaal op een goede ruimte tussen elkaar, achter elkaar gaan vliegen. Het is, met dit vliegtuig is het wel iets anders dan met de vliegtuigen van Frank Versteeg. Want de power in deze toest is een beetje underpowered allemaal. En het is een vrij zwaar vliegtuig. Maar ze zitten nog helemaal op dezelfde spacing achter elkaar. Nu gaan ze weer naar de boxformatie en gaan zich opzetten voor de Tulip Break. De Tulip Break is ons handelmerk waar in diverse... Dan komen ze weer in de boxformatie en ze gaan dan eerst naar beneden en dan omhoog. Links en rechts. De Alpha die maakt een half Cuban en de Delta die weer naar beneden gaat, die maakt een stoorturn. Momenteel boven het centerpoint, de Bravo en de Delta, die doen een beetje follow the lead, een parool en die gaan nog een looping maken. Terwijl die andere twee kisten, dat is de Alpha en de Charlie, die gaan even een beetje uitvliegen en vliegen dan weer in. En maken dan een synchro stall turn naast elkaar. Delta en de Bravo die maken waarschijnlijk een rol of een looping.
En gaan dan verdwijnen naar de richting van de vliegbasis Volkel. Andere twee kisten die komen nu in. En zij gaan precies een manoeuvre maken op de plek waar die andere twee nu verdwijnen. Ze gaan dan omhoog en maken dan een stoottuin in synchro. Hoor, trots op zijn. Mooi, hè? Ze gaan nu omhoog. Perfect. Nu gaan de kisten naar een soort van downwind en gaan zich opzetten voor de gaggle loop. Met andere woorden, een heleboel loopings naast elkaar, een beetje door elkaar. Hey, hey. Mooie tijd, hè? Hey, leuk. Demo-team van Fokker 4 en die gaan nu landen. Hij is piloot met een CPLA en heeft over meer dan 4000 uren aan vliegen. Tony geniet ervan om met de Bronco echt erg rustig te gaan, een geweldige stuntshow te geven met zijn natuurlijk. Identity en volledige aerobatics. In dit 15 jaar viert hij tevens zijn 50 jaar Bronco-jubileum. Het team kwam in ieder geval seizoen weer over. Laat zo zeggen, het team gaat dit jaar weer er volop uit om shows te geven. En het is natuurlijk even wat, zal ik jullie even wat informatie geven. Het toestel heeft een vleugelbreedte van rond de 12 meter, een lengte van 13 meter, een hoogte van 4 meter, een gewicht van rond de 3000 kilo, een maximum gewicht van 6000 kilo, landingsgeluid. De motoren die erin zitten zijn twee Gerrits T76 van 715 pk. De snelheid van het toestel ongeveer 463 km per uur. Dus dat is heel snel.
Ook de helikopters van Helicenter staan nu even aan de grond. Alles moet even aan de grond blijven. En dan, nee, dan komen ze aan, dames en heren. Kijk eens, wat mooi. Een strakke formatie. In een fik-formatie. Geweldig.